Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben even wakker geworden met mijn hele oog. En deze kant helemaal vast zat met vieze prut, omdat die ontstoken is. Dus ik ben even thee aanzetten. Ik ga even kamille thee maken en dan gewoon op mijn ogen even deppen. Even mijn kindjes voer geven. Want deze is heel geduldig aan het wachten. Daar, ik snap helemaal niks van het weer. Nu is er weer een of andere gekke storm gaan. Gisteren was het echt zo lekker weer. Maar het voelt wel echt heel chill. Het voelt echt zo lekker, niet normaal. Besef, ik kon mijn ogen niet zo open doen toen ik wakker werd. Zo, lekker een bakje koffie, mijn vitamintjes en een glas water. Let's start this day. Jongens, ik ben inmiddels omgekleed en al. Met mijn ogen ontstoken heb ik vandaag een bril op. Nessie vindt het helemaal prachtig. Ik niet. Ik ga zo even een daglenzen halen, zodat ik elke dag andere lenzen kan indoen. Zit van mijn shirt, friends. Ja, ik vind deze echt heel tof. Van waar heb je die? Adam. Oh, echt? En dit is een beetje mijn outfit. Ja, lekker. Zo anders met de bril. Ik ga een stuk. Je moet mijn wenkbrauw een keer doen. Ik heb gekke unibrauw weer. Zal ik wel eerst doen, ja. Hier. Mag kijken. Grapje. Deze schoenen zijn trouwens echt zo fijn. Ik heb ze bijna elke dag aan. Oh, ik heb even snel daglenzen gehaald. En dat is mijn sterkte. Heerlijk tankstation ontbijt gehad. Dat was lekker, hè? Heerlijk. Net zat een broodje kaas en ik een frikandel. Nou. En Nessie wou het niet bestellen voor mij, omdat het nog heel vroeg was. Maar die vrouw was ook in shock. Nou, het enige wat keto was, wat er in die tank was. Ik ga liever een frikandel eten dan dat ik niks eet. Ik heb geen trek. Ik ga nu proberen om mijn auto mijn lens in te doen. Dat was toch denk ik best wel veel drama. Er zit heel veel hobbels hier. Maar ik heb nog niet eens verteld waar we dus naartoe gaan vandaag. Nessie heeft dus de opnames voor Xite. En ik moest mee, want we hebben dus daarna samen een meeting. En anders moest ik alleen iemand naar Amsterdam rijden. Dus dat is een beetje stom. Dus ik ga even mee met de opnames en daarna hebben we samen een meeting. En we hebben echt een heel leuke meeting. Misschien kan ik daar wat meer over zeggen na de meeting. Ja, dat denk ik wel. Maar dan hoor je het straks. Maar het is ook echt leuk voor onze volgers. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze volgers. Maar het eigenlijk allemaal, is het gewoon puur voor de volgers. Ja, eigenlijk wel. Ik heb mijn lenzen in. We hadden net over onze favoriete Disney movies. Want binnenkort is de Lion King ook in hoe heet je toch? Ja. En die van mij is Aladdin en The Lion King. En jij? Ook Aladdin en Lion King. Welke vind je nog meer leuk? We hadden het net over, wat heb jij? Je hebt Assepoester, ja, dat vond ik wel leuk als klein meisje, maar ja, vond ik ook nooit echt heel erg bijzonder. Jawel, maar. Oh, je hebt die ene, de blauwe blauwe hoed, hoe heet die keur? Robin Hood. Robin Hood, dat vond ik ook niet zo goed. Je was wel heel enthousiast voor iets wat je niet leuk vond. The fuck. Dan moet ik het nog wel herinneren. En je hebt Sneeuwwitje, ja, dat vond ik als klein meisje wel echt geweldig. Dus die camera van mij weg. Waarom? Ik heb hier een neus. We zijn dus nu bij de opnames van Nessie. Hij hoort mij nu niet, want hij heeft een koptelefoon op. Kijk, het is een beetje de setting. Maar het is echt een beetje dom, want het is dus een aflevering waarbij ze dus moeten raden wie er naast hen zit. En ja, Nessie heeft mij natuurlijk meegenomen. En als de gast dus binnenkomt, dan zouden ze dus mij zien. En dus weten dat Nessie hier ook is. Dus nu moet ik hier ernaast zitten, zodat ze mij ook niet zien. Opnames, wij zijn nu in Amsterdam-Zuid volgens mij. Zuidas. Zuidas. En we gaan nu even snel ergens lunchen. We hebben echt nog precies een half uur of zo. Dus dat moeten we even snel doen. En daarna door naar de meeting. Nu bij Urban Salad. Ik heb hier echt nog nooit gegeten, maar ik heb een biefstuk salade. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik hoop dat het ook lekker is. Met een thee met sinaasappel en gember. Kijk, Nessie met zijn bestelling. Oh, het ziet er zo goed uit. Ik heb gezien hoe ze jouw wrap heeft gemaakt. Het ziet er wel lijp uit, hè? En die ziet er echt niet normaal uit. Oh, kijk dit. Kijk dit. Lekker hoor. Een paar uur later zijn we dus in Amsterdam geweest. En daarna zijn we naar huis gegaan. Zijn we eigenlijk in slaap gevallen. Even een blouse en een kort broekje. Want ik heb het echt zo warm. Niet normaal. En ik heb mijn lenzen weer
uitgedaan, want ik heb weer echt heel veel last van mijn ogen. Ik heb mijn bril opgedaan. Mijn haar zit niet. Maar ik ben dus nu bij Esme. Ik ga hier even lekker eten vandaag. Ik heb haar best wel een tijdje al niet gezien, dus ik heb er ook wel weer zin in. Ja, dat is de planning voor nu een beetje. Het is echt heel chill, zo'n blouse. Het ziet er niet uit, want ik heb het natuurlijk niet gestreken. Maar het is wel echt gewoon super chill. Zo, lekker gegeten bij S. We hebben lekker biefstuk gegeten met groenten. Lekker gezond, Aziatisch. Wat nog meer? Ja, ik ben vet moe. Ik heb even gezeten daar, we hebben even gechilled. We hebben Ex on the Beach gekeken samen. En nu ga ik richting huis. Because I am tired. Dus ik ben heel blij met mijn outfit natuurlijk. Maar het heeft keihard geregend. Niet normaal. Dus nu sta ik een beetje verschut met mijn outfit. Ik stond al een beetje verschut met mijn outfit, maar nu helemaal. Oh, heerlijk gedoucht net. En Nessim is naar bed gegaan. Het is echt super warm hier, dus ik heb de ventilator even aangedaan. Het is echt super chill nu. Ik ga nog even een serie kijken. En daarna ga ik even rustig aan naar bed. Ik heb weer even snel mijn lens uitgedaan, want ik had weer erg last van mijn ogen. Het is nu gewoon even tijd om lekker te chillen op de bank. En dan snel naar bed te gaan. Kijk wat voor Benno net zo even achtergelaten. Hij heeft me beloofd om het morgen op te ruimen, dus ik heb niet geklaagd. Ja, ik ga gewoon even tv kijken, jongens. Ik ga denk ik al van die reinigingsdoekjes halen voor mijn gezicht. Zodat ik straks niet helemaal mijn gezicht hoef te wassen en zo. Want ik heb er echt geen zin in. Ik heb ook echt last van heel droge ogen. Eerst even lekker drinken. Ik heb wat drinken bij. Water, sparrel. Oh, trouwens. We hebben deze vandaag gehaald van de supermarkt. Nieuwe Crystal Clear als het goed is met orange en mandarijn flavor. Sinaasappel en mandarijn. En bevat maar 1 calorie per 100 milliliter. Dus ik ga deze even uitproberen. Even kijken voor de zekerheid of er suiker in zit. Verborgen suikers. Zonder prik. Deze wil ik echt uitproberen. Deze van Spa. Watermeloen kiwi. Oh, ik heb hier echt, echt, echt zin in. En hier zit 0 calorieën in. Ik ga voor deze. Ik ben echt zo benieuwd of deze lekker is. Nou jongens, even mijn eerlijke reactie. Het ruikt wel echt naar watermeloen. Oh, dat is wel echt heel flauw. Ik had echt heel wat anders verwacht. Het ruikt er wel naar, maar de smaak is echt gewoon heel erg licht. Nou, ik proef het bijna niet. Even nog een keer. Dit is echt raar. Ik proef het niet, maar je merkt wel dat het watermeloen is. Zo, mijn zweethoofd. Ik ga helemaal stuk. Ik snap niks. Het lijkt alsof ik water drink, maar nasmaak is watermeloen, terwijl ik het niet proef. Hoe dan? Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar ik denk, dit is echt, echt gewoon water, maar net iets anders. Als je niet wil dat je water naar water ruikt ofzo, dan moet je dit nemen. Maar ik vind het wel, ja, watermeloen vind ik echt wel lekker zomers. Stel je voor, de zomer en je doet het gewoon lekker in je glas. En je doet er gewoon lekker fruit in, framboosjes of zo, ijsklontjes. Heerlijk. Net iets anders dan water. Maar het smaakt echt naar water. Ik ga nu even deze uitproberen van Crystal Clear. Dit is zonder prik. Dus daar gaan we. Oh, dit ruikt sterker. Oh ja. Zo, dit proef je wel. Dit proef je echt. Mmm, ik vind het lekker joh. Dit smaakt gewoon naar aranja met sinaasappelsmaak. Dat smaakt gewoon naar net wel iets lekkerder. Heerlijk. Mmm, ik zit al helemaal voor me. Ik vind het wel echt aan de zoete kant, terwijl er geen suiker in zit. Echt heel raar.
Ik zou het wel echt kunnen drinken en dan gewoon gember erin doen ofzo. En zo ijskoud, heerlijk. Ja, we zijn even naar de ingrediënten gekeken van Crisacler. Van deze tenminste. En hier zit dus wel sucralose in. En dat mag ik dus niet. Daar zit keto dieet. En dat is wat minder. Dus deze is eigenlijk niet geschikt.